Natuurlijk gaat het nergens anders over vandaag in Haaksbergen. De monstertruck is van het kleine plein weggehaald. Het onderzoek op de plek is afgerond. De eerste bloemen worden gelegd. Gisteren gewond, vandaag terug op de plek. En haar hoofd was echt nog zo'n stukje bij de wiel. Want toen hij hier tegenaan klapte, tegen de vrachtwagen. Dus wij echt net, een fractie van een seconde. Als wij iets later waren geweest, dan hadden wij er gewoon vol in gezeten. Ze moeten grote oppervlakte vinden, zeg maar. Gewoon buiten bebouwde kam of zo. Gewoon waar veel meer ruimte is. Hier voor hetzelfde geld vloog die daar door de supermarkt of door de bank in. Je gaat er natuurlijk vanuit dat je daar mag staan. Dat het goed was. Tuurlijk hadden we wel zoiets van, ja, zo'n groot ding, gaat hij dat wel redden? Maar je denkt natuurlijk ook, degene die erin rijdt, heeft er verstand van en die weet wel hoe het moet. Er zijn nog heel veel vragen waar ze hier graag een antwoord op willen. Het politieonderzoek kan nog dagen duren. We weten inmiddels van de organisatie dat de richtlijnen die er zijn voor dit soort evenementen niet nageleefd zijn. Let wel, het zijn richtlijnen, geen regels. De chauffeur wordt vandaag gehoord door de politie. Volgens een advocaat is hij in shock, moeilijk aanspreekbaar. En toch zal dat verhoor heel belangrijk zijn. Want was er nu sprake van een technisch mankement aan de auto of was het een chauffeursfout?